Vandaag maken we zeekraal op zijn Zeeuws. Wat hebben we daarvoor nodig? Zeekraal, aardappelen, eitjes, een beetje zure room, flinke klont boter en een snuifje nootmuskaat. We gaan eerst beginnen met de aardappelen te schillen. We kiezen voor bloemig kokende aardappelen, want het is de bedoeling dat we daar een lekker smeuïge puree van maken. Zo, aardappelen zijn klaar. Dan gaan we die nu opzetten in water. Voor een puree is het belangrijk dat die aardappelen zo groot mogelijk blijven, zodanig dat die eigenlijk zo weinig mogelijk vocht opnemen. Hoe kleinere stukken, hoe meer vocht dat ze gaan opnemen. En dan wordt dat eigenlijk een heel waterachtige puree. Zo. Er mag ook een snuifje zout bij. Zo, de aardappelen gaan nu op het vuur. En dan gaan we ook alvast de eitjes hard koken. In de eitjes heb ik alvast een gaatje geprikt, zodat ze niet openbarsten. En dan gaan we die nu 7 minuten koken in het kokende water. Dan gaan we nu verder met de zeekraal. Heel belangrijk is om die zeekraal goed schoon te maken, te kijken dat er geen bruine stukjes of harde stukjes tussen zitten. En dat kan je het beste controleren door die uiteinden, de steeltjes, eventjes te breken. Zo, de zeekraal hebben we mooi nagekeken. Dan gaan we die nu eventjes kort spoelen onder koud water. De eitjes zijn klaar. Dan gaan we die spoelen onder koud water. De eitjes zijn nu afgekoeld en dan gaan we ze pellen. Nu, het pellen van de eitjes gaat eenvoudig op een doek. Dan gaan we die eventjes tegen de plank kloppen en met de hand rollen. Dan gaat die pel mooi barsten en kunnen ze gemakkelijk pellen. Zo, dan gaan we nu eerst de zeekraal eventjes kort blancheren en daarvoor hebben we een pan water nodig. Het water kookt, dan gaan we nu de zeekraal toevoegen. We gaan die afgieten en onmiddellijk in ijswater laten afkoelen en dat is om de groene kleur te fixeren. Zo, gaan we nu even kijken of dat die aardappelen klaar zijn. Ja, die zijn perfect. Dan gaan we die afgieten. Dan gaan we nu de puree maken. We gaan die aardappelen mooi pletten. Om die puree lekker mooi en fris en smeuig te maken, ga ik in plaats van melk en boter zure room gebruiken. Beetje peper en zout. De puree ga ik nu oproeren met een garde, zodat we echt een mooie luchtige puree krijgen. Zo, de puree houden we eventjes warm.
En dan gaan we verder met de zeekraal. Nemen we een pan waarin we ongeveer 100 gram boter laten smelten. En die boter gaan we alvast kruiden met een beetje nootmuskaat, peper en zout. Een heel weinig zeezout, want de zeekraal die smaakt al een beetje zout. Oké, dan ga ik nu de zeekraal afgieten. En die zeekraal gaan we eventjes opwarmen in de boter. We houden het vuur laag en dan gaan we onze eitjes prakken. En als die zeekraal bijna warm is, dan gaan we de eitjes er gewoon bij doen. En dan gaan we nu dresseren. Dan gaan we beginnen met de puree. Echt een lekker smeuïge puree. En dan de zeekraal met het eitje. Uiteraard een beetje van de gesmolten boter erover. Zo, zeker al op zijn Zeeuws. Een heel eenvoudig en snel te bereiden gerechtje. Lees het recept nog eens na op njam.tv. En ik zou zeggen, smakelijk!